Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Supply Drop Challenge hier natuurlijk op Call of Duty Advanced Warfare. In deze serie proberen wij natuurlijk elke keer weer opnieuw de Supply Drop Challenge van de dag te halen. De challenge van vandaag is, bam! Krijg 10 kills met sniper rifles in kill confirmed. Ah, kak, dat houdt dus in dat we moeten gaan snipen. Oké, dan moeten we even sniper class aangemaakt, want ik weet niet of ik die heb aanstaan namelijk. Een sniper class, serieus? Poe. Sniper rifle, welke zullen we pakken? Nou, de links gaan we niks meer kunnen killen. De NA45 ook niet. De Atlas, een beetje poepding. Dus we pakken gewoon de Morse sniper rifle erbij. Ik heb die royalty, dus ik denk dat ik die het beste kan pakken. Alleen het punt is, de silver bullet is wat beter, denk ik. Of de dokter, want die kan sneller schieten. Ik kan uit drie elite versies kiezen. Oké, wacht, ik doe met mijn ogen dicht. Ik hoop zo dat ik wel nu een elite versie krijg, maar oké. Oké, de dokter, kom erop. Ik heb er ook attachments op staan. We zetten de variable zoom en de stok erop. En dan kunnen wij nog onze score streaks aanpassen. De UAV met, doe maar, de bombing run die we toch niet gaan halen. En de missile strike die we ook niet gaan halen met een extra missile. Ja. Oké, perfect. Dan ga ik een kill confirm potje joinen, jongens. We moeten 10 kills in totaal pakken. Dat moet lukken. Dus tot zometeen in de kill confirm potje. Alright boys, welkom in een kill confirm potje. Ik zit in mijn eentje in het team, dus wat een feest. Oh kijk, daar zijn mijn teammates. Dit gaat sowieso fout. Ik ga het nu alvast zeggen. Vind ik deze serie bij de weer leuk? Ram dan natuurlijk sowieso kaart op de like en op helpt mij enorm. En oh my god. En dan gaan we gewoon natuurlijk lopen knallen. Daar is 1 kill, nog 9 te gaan. Dit is easy peasy, jongen. Dit is easy peasy. Easy peasy. Hoppa, dat is nummer 2. Easy peasy. Niks aan de hand. Easy peasy. Oh. Oh, nee, kak! Oké, we moeten er nog maar achter maken, jongens. Holy shit, jongen. Ik kan echt niet snipen, man. Dat is ook nog mijn eerste potje van de dag. Dus het gaat echt fout gewoon. Maar oké. Dat maakt niet uit. Oké, nice. Dat is nummer 3. Ja, gaat lekker, gaat lekker, gaat lekker, gaat lekker. Niks aan de hand. Oh. Dat is nummer 4. We zijn lekker bezig voor het eerste potje. Gaat lekker. Nice! Shotgun naast me. Oh, kut. Die had ik echt niet gezien, die shotgun vent. Ik weet ook niet waar die vandaan kwam, maar die vent die had zin om in één keer naast te staan, denk ik. Oké, dat is nummer 5. Kak, ik ben dood. Wow, ik weet niet wie ik daar hitmarkt, maar die vent die lekt als de knetter. Dat is 5, nog 5 te gaan, nog 5 te gaan. Dit halen we makkelijk, man. Als we dit niet halen, weet ik ook niet wat er mis met ons is. Oh, kak! Ik wou een collector oppakken, maar dat ging niet echt goed. Oh. Zo, die vent die daar. Die sniper van die enemies, jongen. Dat is echt een vieze camper, jongen. Die staat de hele tijd achter in die map ergens die op te wachten, man. Kom dan. Ik hoorde je daar. Nee, auw. Die hoorde ik niet. Ik hoorde iemand in dat gebouwtje zitten die er helemaal niet was. Of die misschien erin zat, maar ik er niet uitkwam. Ik pak ook gewoon 0,0% doctex op, want dat boeit me echt geen ene zak namelijk. Oké, wacht, pak er een op. Ja, hier. Kom, check dit spelen, Jaraski. Ik heb een doctex opgepakt. Maar orkaan aan daar of van die persoon? Zo, die twee kogels waren scheef. Holy shit. Stop. Wie is de fuck zit er nou net om te schieten? Jij dus, denk ik. Oh, we hebben hem al gehaald! Yeah, we hebben hem al gehaald! Supply drop challenge voltooid! Maar nu moet het potje natuurlijk nog wel afmaken, dus we gaan gewoon even door met snipen, jongens. Niks aan de hand. Enemy UAV online. Oh, ik zag je helemaal niet. Ik zag die hele gozer niet, joh. We gaan gewoon dit hele potje blijven snipen, want ik ben nu namelijk wel lekker bezig op een of andere manier. Dus ik zou zeggen, kom maar op, jongens, want ik ga hard. Ik ga lekker. Oh, joh, die had ik moeten krijgen. Kak. Jongens, ik ben niet aan het hardscopen. Niks aan de hand. Ik ben niet aan het hardscopen. Oh, ik zag ze er allemaal spannen. Ik dacht, weet je wat, ik blijf toch gewoon even lekker staan ook. Ik vind het goed. Zolang ik de kills maar krijg, toch? Daar gaat het om. Dankjewel, teammate. Ik hou van je. Poep, dit was scheef. Kak, die was ook scheef. Die vent met die clownmasker, ik vind hem eng, man. Als ik het hele tijd kill, dan hoor ik ook nog een keiharde ruis in de achtergrond. Die vent, de eng, man. Rot op. Dat vind ik niet leuk.
Spannen als het goed is daar voor me, maar ik weet het niet. Uh-oh, ik weet niet waar spannen. Uh-oh. Uh-oh. Kak, die was scheef. Kak, die ook. Oh, dikke hardscope. Zo. Die vent is echt eng, jongen. Ik moet hem denk ik niet meer killen. Ik denk dat hij dat niet zo leuk vindt, die clown. Scary clown. Wat ben jij nou weer aan het doen dan? Ga lekker stilstaan op het dak. We staan voor. We gaan het nog winnen ook. Ik heb mijn supply drop al binnen. Ik vind eigenlijk dat ik twee supply drops hiervoor moet krijgen. Omdat we zo hard eroverheen gaan. Ze hebben eigenlijk de supply drop nu al twee keer gehaald. Dus ik vind ook dat we er twee... Wat de... Dude, wat de fuck doe jij? Je loopt zo langs me. Oh, wat de fuck? Nu is het opeens mijn teammate. Oké. Het zal wel. Ik snap er weer helemaal niks van. Tegen hoeveel enemies zitten we? Vier. Ze waren bang voor mijn snipers, jongens. Ze zijn allemaal geracequit. Ze liepen niet door. Ik probeer altijd in een loop van de enemies te schieten. Maar als ze niet doorlopen en je schiet dus in een loop, dan schiet je altijd mis. Omdat ze dan opeens stil gaan staan. Dus... En die tactiek werkt meestal in de gevallen. Alleen soms als je tegen poep enemies komt, werkt natuurlijk niet. Oh, ik kom er niet op. Laat me even zitten. Ah, teammate kill hem dan eerder, man. Scheef zo. Scheef zak. Het was te proberen, het was te proberen. Ooit moet mijn noscope raak gaan. Ooit. Oh. Kak, kak, teammate. Au. hij was rood, dus ik kon hem makkelijk killen. Die was ook rood. Ja, ik heb een UAV voor jullie, jongens. Dan worden ze weer rood. Die was ook rood. Mijn doctech afblijven. Die was niet rood, maar ik heb een hitmarker. Mijn doctech afblijven. Oké, heb ik hem nou? Ik weet het niet. Kakker, hoe scheef was die dan, joh? What the fuck? Oh, wat? Ja, oké, yo. Was de ballen. Ik ben dood. Zo jongen, deze sniper geeft wel veel hitmarks, als ik eerlijk mag zeggen. Het is een super chille sniper, dat wel. Alleen de hitmarks die je ermee krijgt, nee, dat is wat minder. Boom, bitch. We gaan nog best wel hard hoor, als ik eerlijk ben met deze sniper. Nee, nee, niet hardscopen. Oh, what the fuck. Hoe de fuck kan dat dan een hitmarker zijn, man? What the f... Dat was echt heel raar, maar oké. Dat hoort in deze Call of Duty, hè? Mijn doctech. jongens. Oh! Oh! Ik dacht dat het een teammate was! Kakke! Ik dacht serieus dat het een teammate was, totdat ik zag dat hij rood werd. Als hij rood wordt, dan is het geen teammate, Jan. Nee, daar ben ik ook achter gekomen. Holy shit. We staan serieus 30-5 met een sniper rifle, hé. We staan gewoon positief. We staan gewoon een killet van 2. Met een sniper rifle. Ja, kak, teammate. Pak hem dan, man. Jalala. Jalalala. Ik loop gewoon eerst door die map heen, jongen. Omdat ik stok aan heb staan, kan dat. Ik vind dat wel fijn. Ta-ta-ta-ta-ta. Tatatatatata. Ah, kak, met z'n drieën vieren! Hé, hey, dank je, jongens. Lekker eerlijkheid hier met z'n allen tegen één. Oké, we doen dit. Oh, kak, teammate! Misschien al drie keer mis ook. Jee! Woe! Andere kant op. Ah, in zijn teennagel. Nice teammate, goed bezig. Komt er nog een. Kak, ik knijp. Oh, wat? Wat? Ik kon niet misgaan, man. Wat? Ik knijfde door hem heen, joh. Oké, nou, ik sloeg door hem heen. Het is niet knijven, joh. Nee, ik weet het. I know, jongens. En knijven klinkt gewoon zo lekker. Kak, kak hitmarkers. Ah, deze sniper geeft veel hitmarkers, man. Moet ook eigenlijk op mijn hoofd richten, dat weet ik. Alleen... Weet je, daar ben ik niet zo goed in, sorry.
Oké, ik ben dood. Oké, ik leef nog, maar nu niet meer. We nog één dokter en hebben we gewonnen. Nice, hoppatee. Supply drop gehaald. Meteen al in de eerste minuut hadden we supply drop gehaald. Maar we hebben nog even doorgesnijpt. We beginnen wel lekker met die sniper, moet ik eerlijk zeggen. Ik mute je even als je niet erg vindt, vriend. Ik weet niet wat hij allemaal zei, maar het zal wel. 37-22. Als eindscore met de sniper rifle, 1 kill confirmed. En MVP, dat is natuurlijk een mooie prestatie op zich. Want ik ben niet zo'n goede sniper. Dus geen lekker. Alleen wat zit er in mijn supply drop? Kom maar. Geef hem maar. Oh. Geef hem maar, kom op. Kom aan, boys. Kom aan. Mensen, mocht jullie hebben genoten van deze aflevering, rammen natuurlijk sowieso een kaart op, like of help mij enorm. We zijn natuurlijk over een paar dagen weer terug met een nieuwe supply drop aflevering. Dus bedankt voor het kijken allemaal. Pure strol dat we mijn supply drop gekregen. En tot de volgende keer, mensen. Bye, bye.